vandaag? Ja, ging wel goed. Bij jou? Ja, wel tof. Heb je zin om te longboarden? Nee. Voor veel mbo-studenten is het vinden van een stageplek in tijden van corona een uitdaging. Uit de enquête van de jonge organisatie Beroepsonderwijs blijkt dat 20% van de mbo-studenten geen stage kan vinden. Mbo-artiestudent Merel van het Noorderpoort heeft gelukkig wel een stageplek. Ja, ik loop stage bij De Steeg, Theater De Steeg. En wij maken educatieve theatervoorstellingen voor middelbare scholen. Je moet boeken nog kaften. Dus jij baalt een beetje, waarom wil ze niet lang worden? Dat is wel onzin. Ja. Nee? Hoeveel uur moet je eigenlijk stage lopen? 650 uur in een half jaar. Gelukkig zit ik al op de helft, dus ik maak me niet superveel zorgen. Maar dan moeten we wel veel nog blijven doen de rest van het half jaar. Ik was het hier. Ja, ze maken minder uren, want normaal is ons rooster van augustus tot en met december is gewoon elke dag doen we wat. Van de 100% wat we normaal doen, ja, dat doen we nu 40%. Maar ja, het is wel 40%. Ja, als een paar dagen van tevoren de voorstelling wordt afgezegd, dan zit je eigenlijk gewoon thuis. Maar vaak wordt er wel een alternatief verzonnen en dan gaan we bezig met een andere voorstelling of repetities voor iets anders. Dus er wordt vaak wel snel gedacht aan iets anders. En doe jij dat zelf of wordt dat gedaan vanuit je stagebedrijf? Vanuit het stagebedrijf gebeurt het vooral, ja. Heb je zin om te longboarden? Nee, FaceTime? FaceTime. Dus het is een heel belangrijk jaar voor jongeren. A, omdat ze graag een diploma willen halen en B, denk ik ook, ze willen leren en ze willen weer leren wat het vak inhoudt. Nou, daarvoor is een stagejaar zo belangrijk. Hier kan je een beetje oriënteren of dit wat is of dat je toch liever wat anders wil. De dames hebben nog één oproep. Misschien is het wat moeilijker nu om een stage te vinden, maar het is niet onmogelijk. Ik zou zeggen, bedrijven, als je een mogelijkheid hebt om toch stagiaires aan te nemen, ja, doe dat. En dan misschien niet 10, maar misschien dan 2 of 3, 4.